In de eerste video over de historische context van de verlichting zijn we ingegaan op hoe de verlichting voortkwam uit het denken van die wetenschappelijke revolutie met het empirisme en het rationalisme. Nou, in deze video gaan we kijken naar hoe die verlichting precies in elkaar zat. En je ziet al dat er twee stromingen zijn, namelijk de gematigde en de radicale verlichting. En we gaan ook even teruggrijpen naar die twee begrippen, empirisme en rationalisme. Want moet je die nu juist los van elkaar zien of kunnen die elkaar versterken? Maar eerst dus naar die verlichting. En waar dachten die verlichte denkers nou over na? Nou ja, die wilden dus de samenleving verbeteren. Ze wilden vooruitgang brengen in die samenleving. En zij dachten dus na over allerlei aspecten van die samenleving. Bijvoorbeeld over de politiek, het bestuur. En zij dachten bijvoorbeeld na over waar de soevereiniteit precies moet liggen. Wie dus de hoogste macht had in een land. Was dat bijvoorbeeld zo'n koning die alles in zijn eentje mocht beslissen? Of lag de soevereiniteit juist bij de bevolking en moest de overheid, de regering, zo'n koning, gewoon uitvoeren wat de bevolking wilde? Dat is waar soevereiniteit over gaat. Wie heeft er dus uiteindelijk voor het zeggen in het land? Wie heeft de hoogste macht? Die verlichte denkers die dachten dus ook na, en dat vloeit hier eigenlijk een beetje uit voort, over de relatie tussen vorst en de onderdaan. Was zo'n koning er nu om zijn volk te dienen, of was het juist precies andersom? Hoe moest zo'n vorst zich dus verhouden tot zijn onderdanen, tot zijn bevolking? En daaruit voortvloeiend, wat was de relatie tussen de staat en de burgers? Moest zo'n staat nou, de overheid, dus de regering, moest die nou er zijn in dienst van de burgers? Of hadden die burgers geen enkele inspraak op dat bestuur, op die staat, geen enkele invloed erop? Nou ja, dat waren zaken waarover verschillende verlichte denkers nadachten. En daar dachten ze overigens ook vaak allemaal verschillend over. En zij dachten bijvoorbeeld ook na over de vrijheid en de gelijkheid van ieder mens. Hoeveel individuele vrijheid had nu zo'n burger? En moest er meer gelijkheid komen? Of was het juist goed dat ongelijkheid was in de samenleving? Dat de adel bijvoorbeeld meer rechten had dan de boerenstand? Nou, en dat is iets dat heeft natuurlijk met de politiek te maken. Want hoeveel invloed heb je dan eigenlijk op het bestuur? Maar dat zegt ook iets over de sociale verhoudingen. En die verlichte denkers die dachten dus na over die politiek. Heel belangrijk natuurlijk in die tijd. Heel belangrijk nog steeds in onze eigen tijd. Maar wat zeker net zo belangrijk was in die tijd, was het geloof, religie. En dit is een tijd, we zitten hier in de 18e eeuw, waarin de kerk nog steeds heel veel macht heeft. En dan heb ik het zowel over die katholieke kerk, maar dan heb ik het net zo goed over al die protestantse leiders. En die verlichte denkers, die waren vaak zelf ook gelovig. Dat waren ook christenen en die geloofden ook in een God die de wereld geschapen had, maar ze begonnen wel vragen te stellen bij hoeveel invloed God nou eigenlijk had op het dagelijks leven. En er waren verlichte denkers bij die vonden dat God helemaal niet zoveel invloed had op dat dagelijks leven. En zij dachten bijvoorbeeld ook na over die twee zaken die hier nou eigenlijk naast elkaar staan, politiek en religie. Ja, hoeveel invloed mocht de kerk, het geloof, nou eigenlijk hebben op het bestuur van een land? En andersom, moest er niet echt een scheiding tussen kerk en staat komen? Dat die twee zaken echt los van elkaar gezien werden. En we zitten hier ook nog steeds in een tijd waarin er veel geloofsvervolgingen waren. En waarin er allerlei oorlogen werden uitgevochten om vanwege het geloof. En moest er niet meer religieuze tolerantie komen? Moest men niet gewoon andere geloven accepteren en stoppen met die vervolgingen en die oorlogen? Dat waren ook ideeën waar sommige verlichte denkers toch wel mee kwamen en over nadachten. Nou, en dat waren dus zaken die voor de machthebbers uit die tijd, zowel de politieke machthebbers, de vorsten en de adel, als de religieuze machthebbers, de kerkelijke leiders, ja, dat waren ideeën die soms toch wel behoorlijk radicaal waren. En lang niet alle verlichte denkers dachten op dezelfde manier na. En dan zie je dus eigenlijk dat er twee stromingen ontstaan binnen die verlichte denkers. Aan de ene kant heb je de gematigde verlichte denkers en aan de andere kant heb je de radicale verlichte denkers. En die gematigde verlichte denkers, ja, dat waren denkers die wel verandering in de samenleving wilden, maar die niet alles overboord wilden zetten wat er al was. Dus die wilden eigenlijk een soort balans zoeken tussen de oude ideeën, de oude vormen van bestuur en de macht die de kerk ook had, zeg maar, en de nieuwe verlichte ideeën. Dus eigenlijk stapje voor stapje wat vooruitgang brengen, maar ook weer niet te veel veranderen. En die radicale verlichte denkers, ja, die waren dus juist voor grote veranderingen. Dat is wat radicaal eigenlijk zegt. Je wilt een grote verandering plaats laten vinden. Dus zij vonden bijvoorbeeld dat er democratie moest komen. Dat de bevolking echt inspraak moest krijgen in het bestuur.
Dat was iets dat tot op dat moment helemaal niet was. Zij vonden dat er echt gelijkheid moest komen en dat er dus ook geen standen mochten zijn. Nou ja, dat was iets dat was bijna niet voor te stellen, want dat was al eeuwen zo. En iedere burger moest vrijheid van meningsuiting krijgen en dat moet eigenlijk de basis van de samenleving vormen. En democratie, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting, dat waren allemaal zaken die er op dat moment niet waren en die er ook eeuwenlang eigenlijk nooit waren geweest. Dus radicale verlichte denkers wilden de samenleving nogal op hun kop zetten. Nou ja, je kunt je dus voorstellen dat dat voor nogal wat opschudding zorgde, zeker die radicale ideeën. En die verlichte denkers, dat was eigenlijk maar een kleine groep, maar hoeveel invloed had ze nou eigenlijk op de samenleving en wat was nou eigenlijk precies het beste? Nou ja, een van de verlichte denkers die daar ook mee bezig was, was de Duitser Immanuel Kant. En wat hij zei over de verlichting, dat is eigenlijk ook weer zo'n voorbeeld waarvan de examenmakers zeggen, dat moet je kennen bij deze historische context. Nou, wat zei hij dan precies over die verlichting? Hij gaf eigenlijk de beste definitie van wat de verlichting was. Sapere aude, oftewel durf je verstand te gebruiken. Durf dingen in twijfel te trekken, durf zelf over zaken na te denken. Neem niet zomaar alles aan. Dat was zoals we ook in de vorige video zagen. Ga niet uit van de tradities en bijgeloof, zaken die altijd zo geweest waren. Nee, maar denk zelf na over hoe het is en hoe het ook anders zou kunnen. Neem het niet zomaar aan. Durf te denken. En dat is eigenlijk de kortste samenvatting van de verlichting die je zou kunnen geven. Nou, die Immanuel Kant, die was dus zelf ook een verlichte denker. Maar hij zegt ook wel in dat niet iedereen meteen een verlichte denker was. De meeste mensen waren, doordat het al eeuwenlang op dezelfde manier ging, waren niet gewend om hun verstand te gebruiken. En hij ging wel een stap verder. Hij zegt, oké, dat komt eigenlijk ook door een soort luiheid. Het gaat nou eenmaal zo en dat vinden mensen eigenlijk ook wel makkelijk. Ze willen zaken ook niet veranderen, want ze zijn er zo aan gewend. En moeten ze wel zelf na gaan denken, ja, dan moeten ze zich ook wel meer inspannen. Dan komen er grote veranderingen en dat zorgt er wel voor dat je iets moet gaan doen. En veel mensen hebben daar misschien wel helemaal geen zin in of durven het niet. Ze zijn te laf om dat te doen. Want het is natuurlijk wel iets om je nek uit te steken in een samenleving waarin zaken al honderden jaren op een bepaalde manier gaan. En dat jij dan ineens zegt, nee, we moeten het eigenlijk op een andere manier doen. Dus wat zei Immanuel Kant ook? Nou, je moet mensen dus eigenlijk wel op gaan voeden erin. Je moet mensen gaan onderwijzen. Het gewone volk, dat kan slechts langzaam verlicht worden, kan slechts langzaam verlicht gaan denken. En je moet nou niet denken, radicale verlichte denkers, die sprak hij daar namelijk mee aan, dat je zomaar alles ineens kunt veranderen. Dat moet echt stapje voor stapje gaan. En Immanuel Kant die stond daarom dus meer aan de kant van die gematigde verlichte denkers. Omdat de inzag, je kunt niet zomaar ineens een hele grote sprong maken. Het is beter om gewoon een aantal kleine stapjes te zetten. En je kunt dan dus ook wel zeggen, radicale verlichte denkers, dat je alleen maar je verstand moet gebruiken. Maar als je alleen maar op dat rationalisme gaat zitten, wat we ook al in die eerste video zagen, dan kom je er ook niet. Want je komt alleen maar verder als je dat in combinatie doet met dat empirisme. Maar bij dat empirisme, als je de waarneming hebt gedaan en je hebt allerlei proeven gedaan en je hebt daar notities van gemaakt, dan moet je daar natuurlijk wel je verstand bij gebruiken. Dus kennis zonder reden kan niet bestaan. Je kunt iets waargenomen hebben, maar dan moet je ook over nadenken. Dus alleen empirisme is niet goed, je hebt ook dat rationalisme nodig. Maar Kant zei dus ook, alleen rationalisme is niet goed, want als je het niet test en als je niet kijkt of het werkt, nou ja, dan heb je er ook niks aan. Dus kijk ook vooral wat werkt. En Immanuel Kant pleitte dus eigenlijk voor een soort vermenging van het empirisme en het rationalisme. Het was niet het een of het ander, nee, die twee zaken versterkten elkaar juist.